ons af te luisteren. Die houden. Dus je scooter. Oh, dat is. Ja. Oh. Ja. Hoe leuk. Oh my god. Jongens, skincare noemen ze. Rolletjes. Leuk. Ja. Ja. Leuk. 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 Een hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En vandaag is Lucilla haar kinderfeestje. Maar voordat het feest gaat beginnen, is het eerst even tijd om naar school te gaan. Ja. Het is vandaag een korte dag. En Lucius die blijft lekker thuis. En dan is vanmiddag eigenlijk meteen na school, neem ik de meiden mee, gaan we een beauty party houden. Ja. En Sil? Dat hebben we samen bedacht. En we hebben al heel leuk dat allemaal voorbereid. Hebben jullie niet gezien in de vlog, maar we hebben samen dingetjes gekocht in het centrum om het allemaal aan te kleden. En misschien kunnen we het even laten zien wat er allemaal op tafel staat. Dat is dan niet nogal wat. Ja. We zijn helemaal losgegaan. Ja, dus jongens moeten vanmiddag op pad. De jongens moeten op pad vanmiddag. Het is girls only vandaag. Dus helaas pindakaas. Nee, ook niet voor Lucius. Lucius die mag lekker met papa erop uit. En Luan die moet maar even kijken wat hij gaat doen. Die gaat of spelen. Of wel mee met papa en Lucius. Moet even kijken wat hij gaat doen. En Luxie, die is het wel gewoon bij natuurlijk, hè? Want ze is een girl only. En we zijn girls, hè? Ja. Nou, Sil, wat hebben we gedaan? Ze heeft trouwens een leuk outfitje aan. Want ze heeft geshopt van het weekend. Ja. En wat hebben we allemaal op de tafel gezet, Sil? Kijk, het staat allemaal al klaar. Al twee dagen. Masker. Hier hebben we maskertjes in zitten. Ja. En ook schaduw. Make-upjes. Iedereen heeft zo haar wat. Ja, een band om je haar uit het gezicht te halen. Ja. Als je gaat make-up. We hadden er twee tekort. Dus dan had ik mijn eigen. Maar mijn is een beetje kleurrijker, want ik ben jarig. Ja, want in de winkel waren er niet meer dan vier van deze banden. Ja. Dus Lucilla heeft die. Het komt goed uit. Ja, we hebben één afmelding. Een meisje, een vriendinnetje is ziek. Dus we hebben er eentje over. Dus kan mama meedoen met make-uppen. Eerst gaan we de cadeautjes verstoppen. Dan moet ik ze zoeken en raden van wie ze zijn. Dan ja. Uitpakken. Ja. Daarna gaan we ons gezicht helemaal schoonmaken met scrub en maskertjes. Oh, lekker, ja. Dan gaan we make-uppen. Dus ook onze nagels doen. Ja. En dan gaan we bij elkaar onze haren kleuren. En we gaan nog ook fotolijntjes verseren. We gaan nog ook eten vandaag. Ja, kijk, deze schalen staan ook op tafel. Dat zijn een beetje de high tea hapjes. Ja. Hebben we samen gekocht. Die gaan we straks mooi op de opleggen. Ja. En hier hebben we allemaal andere make-upjes nog staan. We hebben ook leuke kaarsjes neergezet. Deze kaarsjes hebben we ook als versiering zo op de tafel. Overal staan spiegeltjes. Met haarband, een washandje en een doekje. Ook allemaal nagellakjes. Allemaal leuke kleurtjes. Dit zijn die haarkleurdingen. Oh, Luxie komt op de tafel. Maar, dit zijn haarkleurdingen. Wat zijn dit? Ja, die moet je open doen. En dan moet je dan weer pluk haar. Ik weet niet of je, oh ja, indoen? Kijk. Je haar indoen en dan zo dicht doen. En dan zo over je haar halen. En dan heb je een blauwe pluk. Dat is het idee. We hebben drie soorten kleuren. Dus ik, kunnen ze lekker op los gaan. Dan wil ik het roze. Dan wil jij roze. Ja, dat en dacht paars. Ik al wel. En paars. Staat mooi bij je jurk. En paars. Hè? En paars erbij. Ja. Kijk, dit is make-up afhaalspul. Allemaal lippenstiftjes natuurlijk. De face wash en een scrubje hebben we hier. En deze lekkere rollertjes voor over je gezicht. Hoort ook wel een beetje bij beauty. Dus die hebben we ook hier liggen. En dit is een sponsje voor je gezicht schoon te maken. Prullenbakje natuurlijk. Die kon ook niet ontbreken. Nee. En dat was het. En dan gaan we ook nog wafels versieren. En dan gaan we ook nog met z'n allen op de foto en ook apart. En dan gaan we dat in een fotolijstje uitprinten. Ja. En dan gaan we dat fotolijstje versieren. Ja, we gaan een fotoshoot houden als jullie helemaal mooi zijn. Ja, echt gewoon een girls middag, hè? Ja. En lekker kletsenbetsen. En lekker make-uppen en lekker tutten. En elkaar haren friemelen en vreubelen. Ja. Eerst even lekker spelen op school. En dan zien we Lucilla met de vriendinnen. Straks als ze thuis komen. Ja. Oh, dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Met ons mee.
zitten in de auto. We zijn nog iets te vroeg. En aangezien we buiten moeten wachten, het best wel winderig is. Wacht even in de auto, dan brengen we dus zo meteen naar binnen toe. Wel, ik heb gewoon een klein feest, maar ik word wel lekker. Niet een klein feestje in de zin van dat we maar een klein beetje feest vieren, maar niet zoveel kinderen. Niet zoveel kinderen. Eigenlijk gewoon, We hadden 5 kinderen. Dus ja? Eentje was ziek. Eentje is ziek. En nu hebben we dus 4. Met mij erbij. Mag ik ook op je feestje komen? Ja, natuurlijk. Vind ik lief. En niet mij. Ja, en ik zei ook al tegen haar van, nou wil je dan nog iemand anders erbij uitnodigen? Omdat 1 iemand heeft afgemeld. Nee. Maar dat hoeft er niet maar per se, ik ben toch een mama? Ja, ja. Er zijn wel echte meiden waarmee je echt het meeste omgaat. Natuurlijk heeft ze wel veel meer meiden in de klas. Maar dit zijn echt een beetje je besties, hè? Ja. Ja. Dus dat vond ze gewoon leuk om een klein groepje te houden dit jaar. En dat is helemaal prima. Dus we gaan een leuk, lekker beautyfeestje houden thuis. Ja. Maar eerst even naar school brengen. We wachten nog even in de auto, Lucie dus even naast mij komen zitten, want anders houdt het niet vol in zijn stoeltje. En jongen, hey, ga je mee naar school brengen? Hij hoeft niet naar school, hè? Nee. Jij gaat met mijn mama mee naar huis. Goed? Ja. Nou, volgens mij kunnen we wel, als ik even naar de klok kijk. Veel plezier op school, jongens, hè? Tot straks. Ondertussen ben ik weer lekker thuis met Lucius. Die is meteen weer met de tractor gaan spelen hier. En terwijl hij lekker met de tractor even aan het spelen is, ben ik aan het voorbereiden voor vanmiddag, voor het kinderfeestje. We hebben natuurlijk al best wel wat voorbereid, Lucilla en ik met z'n tweetjes, afgelopen dagen. En dat staat allemaal leuk op de tafel. Maar ik had nog een ander leuk idee. Aangezien we met echt, ja, meiden zijn, zeg maar. En dacht ik, misschien is het wel leuk, omdat we toch allemaal zo lekker aan het make-up zijn. En straks ook met een high tea, met maskertjes. Even moeten wachten tot het maskertje is ingetrokken. We gaan ook nagels lakken. Dus we moeten ook even wachten tot de nagels zijn opgedroogd. Dan heb je altijd zo'n momentje dat je even niks hebt. En ik dacht, meiden die houden natuurlijk van kletsen. Helemaal op deze leeftijd. Ik heb echt een beetje meelijden met de vrouw zijn meesters in de klas volgens mij met deze leeftijd. Vooral met de meiden. Dus die gaat dan nog even met de tractor er vandoor. Wat ga je doen, jongen? Moet hij daarheen? Nou, hij is druk in de weer. Maar goed, dacht ik, misschien is het dus wel leuk dat als ze straks met de meiden zijn, wat overigens maar een klein groepje is, wat Lucilla dus heel fijn vindt. En er valt ook nog 1 kindje af, dus ze zijn helemaal maar een klein groepje. Maar dat is niet erg, dat is juist leuk, want dan heb je extra veel quality time met de meiden die er zijn. En ik dacht, dat is misschien wel leuk om een kletspot te maken over dingetjes waar je over lekker kan kletsen met de meiden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb even op, ik gebruik dan toch, daarvoor gebruik ik dan ChatGPT, AI, om even een beetje hulp te krijgen met de vragen. Dus ik heb 1 getoetst. Kijk, ik kan wel even laten zien. Hier hebben we chat. Oh, we zijn onscherp. Dat is trouwens ook even een dingetje tussendoor. Sinds we terug zijn van onze vakantie van Curaçao, gaat de camera vrij vaak onscherp. En hij gaat dan niet op scherp. Dus als jullie dat gezien hebben, opgevallen is, excuses daarvoor. We gaan binnenkort weer terug naar de camerawinkel om even de camera te laten nakijken. Want hij heeft denk ik wel wat meegemaakt hier en daar in Curaçao. Dus dat ligt denk ik daaraan. Maar goed, even terug naar waar ik mee bezig was. Dit is ChatGPT, GPT. En hier kan ik dan gewoon intoetsen. Heb ik ingetoetst. Wat wil je doen, jongen? Oh, ga je op de tafel staan. Ga maar weer even op de grond staan, schatje. Lijkt me even wat handiger. Ga maar op de grond staan. Ja. Ga je even op de tractor zitten dan? Nee. Ja. De 2 is nee-fase, jongens. Ja, goed zo. Maar kijk, hier heb ik dus gevraagd. Ik zal het even hier laten zien. Kijk, hier heb ik dus gevraagd. Bedenk 30 goede vragen voor een kletspot te maken. En hieronder heb ik allemaal vragen gekregen. Die heb ik vervolgens in dit bestandje gezet. Die heb ik overgetypt en hier ingezet. En die vragen die ga ik zo meteen uitprinten en uitknippen en opvouwen. En die briefjes die doe ik dan in de kletspot. Dat als er dan een momentje is dat ze lekker zitten te tutten. En ze moeten even wachten tot de maskertjes worden ingetrokken of de nageltjes moeten drogen. Dat ze dan een briefje uit de pot kunnen halen. En waarover ze lekker kunnen praten met z'n allen. Dat lijkt me gewoon super leuk. Dus dat ga ik even uitprinten en in de pot doen. En, tada, dit zijn de vragen. Die gaan we even uitknippen. Yeah. Dit zijn alle vragen. En dan gaan we die even vouwen. Lusjes erbij.
En dan doen we die in de pot. Mag jij die in de pot gooien? Ja. Nee, houd die maar vast. Gooi die maar in de pot. Ja! Nog een keer. Ja. Gooi er maar in. Ja! Nog een keer, wacht, ik moet eerst even vouwen. Ja, gooi er maar in. Zo. Oké. Ja, gooi er maar in. Nou, de deksel dicht. Ja. Maar dicht. 1, 2. Hoppatee. Ja. En de kletspot is klaar. Ondertussen wil Ruusjes even tekenen. Gaan we even een mooie tekening maken. Wat zullen we maken? Zullen we een taart maken voor Lucilla? Ja. Mama, een taart maken, mag jij hem inkleuren, goed? Ja. Kijk, een hele grote. Grote taart. Grote taart. Ja. Met kaarsjes. Met dit. Ja, hè? Ga jij die dan uitblazen? Ja. Ja, dat dacht ik al. Taart maken. Taart voor Lucilla, hè? Ja, taart voor Lucilla. Ja. Dit is mijn mooie gefabriceerde taart, jongens. Die gaat door. Doe. Bruin. Chocoladetaart. Ga je een chocoladetaart maken? Ja. Oh, oké. Okay. Daar houdt Lucilla vast van. Hm? Nou, papa die gaat vanmiddag erop uit met de mannen, hè? Nou, dus we gaan wel wat leuk doen als mannen onder elkaar, hè? Ja. Ja, daar waren ze drie op stap, want ja. Een girls party only, daar mogen wij niet bij zijn. Daar wil je denk ik ook niet bij zijn. Ja, vroeger met mijn zusjes deed ik ook altijd mee, want ik had geen broertje natuurlijk. Oh nee. Mijn vader was altijd aan het werk. Dus ja. Daar was ik ook vaak bij. Maar nee, wij gaan wel wat als jongens doen, hè? Ja. Even maken. Ja. En jongen? Wat heb je gemaakt? Maar heb je dat gemaakt? Wauw, wat heb je het mooi gemaakt. Dat is mooi. Gemaakt. Ja, heb jij gemaakt. Dan hebben we ook nog de uitdeeltasjes gemaakt. Voor als het feestje is afgelopen. Geef ook nog alle meiden een tasje mee. Vindt Lucilla super leuk om te doen. Dus ze heeft deze tasjes allemaal zelf uitgezocht. Inclusief de inhoud ervan. Mocht je afvragen wat er allemaal in zit. Nou, een zakje chips. Een schoon, nieuw wattenschuifje. Wat uitwasbaar is, dus dan kunnen ze de make-up weer afhalen met warm water en wassen en dan weer hergebruiken. Spekjes zitten erin, een ballonnetje zit erin, een shampootje zit erin, een lekkere lolly zit erin en een armbandje zit erin en een blendertje, die zit erin. Ja, echt een beetje de beauty-inhoud wat je bij een beauty party ook zal denken. Dan heb ik dus deze fotolijstjes gekocht. Gewoon bij de Action. En wat me dan leuk lijkt is dan een groepsfoto van de meiden. Mooi opgemaakt. Als ik die fotoshoot doe, zeg maar. Van hun apart, maar ook van een hele groep samen. Hij doet mij na, hè? Doe je mij napraten? Ja. Die print ik dan uit. Die doe ik dan in een fotolijstje. En dat fotolijstje mogen ze dan versieren. En daarvoor heb ik deze superleuke tape dingen. Echt die glittertape dingen. En die kunnen ze dan om dat lijstje plakken. In verschillende kleuren of één kleur of twee of drie verschillende kleuren wat ze zelf leuk vinden. Zodat het randje zeg maar een bepaalde glitter krijgt. En dat mogen ze dan meenemen als souvenirtje aandenken van het kinderfeestje zeg maar. Dat is voor ieder kind, iedere vriendin krijgt er dus eentje mee. En dan heb ik nog een 9 jaar kaarsje. Dat wilde Lucilla heel graag, want ik heb dus met Lucilla heb ik dit gekocht. Toen zei ze dat ze ook heel graag een kaars wilde uitblazen. Nu hebben we niet specifiek een taart, maar we hebben wafeltjes. Dat ik je zo meteen laat, of ik moet nu eigenlijk ook al wel laten zien. Ik heb namelijk deze bordjes bij de Action vandaan. Super handig. Het is net even iets steviger dan de wegwerpborden. Maar ja, wel gewoon lekker van plastic. En ook bijpassende bekers erbij. En wat we dus gaan doen, is wafeltjes maken. Allemaal recht laten staan. Ik ga het jullie allemaal even laten zien. Dit zijn namelijk de wafeltjes. Dan mogen ze met slagroom zelf opspuiten. En dan kunnen ze die gaan versieren met mini spekjes, mini marshmallows en met smarties. Zodat het een leuk versierd wafeltje wordt. En dan wil Lucilla daarin dus een kaarsje zetten. En dan kunnen ze zingen en een kaarsje uitblazen.
Dus dat is ook een beetje wat we eerst gaan doen als ze thuis komen. Of als ze hier komen, want het is natuurlijk woensdagmiddag. Dus ja, dan hebben ze lekker versierde wafeltjes als lunch. Dan gaan ze natuurlijk lekker make-uppen en hun hele gezichtsroutinetje doen en zo. En daarna heb ik dus een high tea. Nou, waar denk je aan bij een high tea? Eerst wat mij dan opkomt, is zo'n schaal. Dus daar ben ik met Lucilla naar op zoek gegaan. En ik had de twee laatste uit het schap bij de Action jongens. Het waren er geen meer, er waren er alleen maar twee. Ik denk, nou, ik neem ze allebei mee. Want we kunnen ze allebei wel gebruiken. Kijk, ik heb er dus twee. Die hebben we dus in elkaar gezet al. En hierop gaan we dus de high tea hapjes zetten. Aangezien ik niet allerlei zelf high tea hapjes ga maken. Ten eerste ben ik daar en niet heel erg goed in. En ten tweede ben ik daar veel te lang mee bezig. Dus ik heb het lekker gewoon kant-en-klaar gekocht bij de HEMA. Ik wist het niet, maar bij de HEMA heb je dus echt superleuke high tea itempjes of lekkere dingetjes. Ik wist het echt niet dat je dat zo kant-en-klaar kon kopen. Maar Lucilla en ik waren gewoon door alle winkels een beetje aan het lopen in het dorp. En toen dachten we, oh, gaan we even bij de HEMA kijken. Dan hebben ze misschien ook wel lekkere chocolaatjes of zo. Maar toen kwamen we wonder boven wonder al deze superleuke dingetjes tegen. Deze, dit zijn marsepein dingetjes. Daar hebben we er een paar van. Die kunnen ze ook zo heel leuk op die schaal leggen. Deze zijn super schattig. Cute, zullen ze zeggen bij Lucilla in de klas. Dit zijn mini donutjes. Kijk hoe schattig. En daar heb ik er ook twee van. Dit zijn red velvet koekjes. Nou, die kan ik zelf ook niet maken. Dus dat is ideaal. Hartjes. Dit zijn zo lekker. Musketflikken. Ja, herenflikken noemen wij ze eigenlijk altijd. En, maar dan met witte chocola en met allemaal leuke spikkeltjes. Die heb ik ook twee keer. En ik heb ook gewoon nog de normale herenflikken. Dan hebben we dit. Dit zijn de macarons van chocola. Ziet er ook super leuk uit. Ook heel leuk om op de schaal erbij te leggen. Nou, daar heb ik er ook twee van. Deze leuke hartjes. Ja, met chocola, wafeltjes, met hartjes, dingetjes erop. Die kunnen ook leuk bijleggen. En dan nog deze ijsjes, omdat het ijsjes waren. Dan zei Lucilla, oh man, ik wil deze ijsjes. Vind ik ook leuk om erop te leggen. Dat zijn chocolade ijsjes. Kijk, ook heel erg leuk. Die ga ik nu dus eigenlijk al voorbereiden. Die ga ik zo op de schaal leggen. Daarmee kunnen we het nog een beetje versieren met spekjes en gekleurde hartjes. En die ga ik dan op de salontafel zetten. Zodat het daar echt een soort high tea plekje wordt. Dat als de meiden in een maskertje zitten of even op de nageltjes moeten wachten of whatever. Dat ze dan daar even lekker kunnen high tea'en, zeg maar. Lekker kunnen kletsen rondom de salontafel op de grond. Dus ik ga alles mooi op de schaal leggen. Water loopt mij nu echt uit mijn mond. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een chocolaatje ervan heb. En naar binnen heb gesnoept, want ik kon de verleiding niet verstaan. Ik vind iedere vrouw of ieder vindt dit toch lekkerder uitzien. Oh, je kunt er toch bijna niet van afblijven. Kijk dan hoe leuk het er ook uitziet. Kijk, en hier ook. Ik heb eigenlijk de schalen zijn een beetje identiek. Ik heb alles gewoon netjes zo er mooi opgelegd. Het staat ook gewoon heel erg leuk op de tafel. Kijk dan. Het ziet er toch heerlijk uit, jongens. Deze ook. Ik hoop dat het allemaal nog hier ligt. Dat ik het niet allemaal heb opgesnoept. Want ik heb net zo'n wafeltje op, omdat het anders niet meer paste. Maar die was toch erg lekker, jongens. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ook de spekjes en de smarties en de bordjes met de bekertjes op tafel gezet. En nu is het nog even tijd om wat ballonnen op te blazen. En een beetje een rare vorm, hè? Zie je het erom?
Zo, nou, en die ballonnen, die hangen ook. Nou, en dan nog deze supermooie schaal hier op tafel. Dan kunnen ze hier zo straks gezellig een high tea houden. Ik heb de kussentjes eromheen gelegd. En dan kunnen ze hier lekker gezellig hun hapjes eten. Dat is toch leuk, jongens? Hé, hey, Lucius, kom je even kijken, jongen? Wat gebeurt hier allemaal? Een grote kraan achter jou. En zie je dat? Het oude kozijn is eruit. Het nieuwe kozijn gaat er vandaag in, hè? Ja. Oh, zo'n harde wind, jongen. Oh, straks lig je er helemaal overheen. Poeh, hoger. Nog hoger. Nou, zijn we lekker thuis. Met de hele meidenclub. Daar komt de Girl Squad aan. Hey, Steenbakje, hallo vriendinnen. Kom erin. Zin in de meidenparty? Nou, hè? Echt. Ja, echt, hè? De jongens die gaan zo in op jongenspad, maar de meiden gaan de meisjes middag beleven, toch? Overleven jullie anders niet, denk ik. Hoe gaan de auto's hier allemaal? Waar gaan de busbassen? Ja. Grote bus gaan wij wassen? Ja. Dan gaan we nog even langs opa en oma. Ja, dan ga je langs opa en oma. Ja, want mijn zus is ook jarig. Oh, doch, wij gaan naar opa en oma. Heel zwaar, jongen. Veel plezier, jij gaat ook niet van het meisjesfeestje. Hè? Pip is ook als hondenmeisje. Ja. En moet je horen? Ja, Woezel is de wagen. Hé, Woezel? Hé, hey, Woezel houdt de wacht. Woezel, hou jij de wacht? Ja. Is dit niet? Kom maar, nee, niet al die bonbonnetjes. Je moet al aan de lijn, net zoals baas. Nee. Niet aan de bonbonnetjes. Doei jongens. Ja, het is girls only nu, hè? Zullen we wel plezier, hè? Doeg. Oh ja, ook een knuffel. Ja. Ja, yeah. Zijn we fijn? Fijn meidenfeestjes. Ja. Doei. Cilla, die wilde eerst de cadeautjes uitpakken voordat we wat gaan eten. Eerst verstoppen. Ja, misschien is het dan een goed idee dat jij even naar de gang gaat. Dat mag ik niet kijken. Ja, iets waar je het niet kan zien. Nou, ze gaan de cadeautjes even verstoppen. Ergens. Oh, wordt al verteld wat erin zit. Dan moeten we een goede verstopplek bedenken, hè? Wat zou Lucilla niet kunnen vinden? Een goede plek. Mag je daar ook in? Ja, ik zeg niks. Ik ga niet eens niks verklappen. Dan kunnen jullie er een beetje helpen door warm of koud, warm, koud. Nou ben je er niet. Blauw. Half blauw. Ja, gevonden. Want zij wist waar ik lag. Die mag ik wel openmaken, ja hoor. Oh, lipglossie. Oh, leuk. Die was op, hè? Ja, die heb ik zelf. En maar die was toch verboden in de klas, hoorde ik? Ja. En dit is maar echt wel gewoon in de klas. Ik heb ook een blaadje gezien. Ja, ook? Oh. Oh, leuk. Twee. Zo'n twee is het ja. Leuk. En er zit ook nog wat. Wat is dit? Oh, bruisballen. Lekker, voor een bad. Ja, bruisballen zijn. Lipglossje, maar wat voor lipglossje? Een chupa-chup. Ik dacht een chupa-chup. Oh, die had ik ook, maar die was... Ja, zijn dit... Dit lipglossje. Dit lipglossje. Heel gekregen van sterren. En de stickertjes en bruisballen. Zij heeft een mooi rond. Zij is een... Kijk, nu heb je pakken. En deze, kijk, zij is ingepakt. Uw zusje. Tadaa. Hallo. Oeh, leuk, Sil. Dat vind je leuk, hè? Dit vind ik leuk.
Ja, dat vind jij leuk, al die beauty dingetjes. Dat zijn allemaal voor je gezicht. Ze heeft er nog eentje gevonden, boven op de zolder. Ik dacht dat. Oh, er zit er iets aan de dop. Kijk maar. Nee. Oh ja, lekker. Met je zo. Zo, en dan op je hand. Zo. Oh, heerlijk. Ik zie niet zoveel. En ik lekker. Oh ja, ik doe het wel. Je kun je lekker mee insmeren, Sil. Ja, heel erg. Ja. Dit is een roze pakketje. Altijd vrede. Oh, lekker. Leuk. Heerlijk, Sil. Je kan zo lekker me-time gaan hebben in bad. Kijk, die zag ik een keer in de hemel liggen. Ja, dat is één. Wow. Oh, Sil. Dus dan moet je een batterijtje in doen en dan... Dat is echt heel leuk. Weet je hoe toevallig dit is voor je? Maandag waren we in de winkel. In de winkel, oh, aan het, zei je toen? Toen zei mama, nee, heb je dat gekregen? Ja, dus dat weet je heel goed. Ja, mama, nog meer? Ja, dat weet je, mama, ja, ja, mama weet dat ook heel goed. Volgende cadeautje. Je pakt nou allemaal cadeautjes uit op allerlei plekken. Dat is wel een cadeautje, hoor. Ja, dat is een cadeautje. Oh, leuk. Wel heel leuk. Mijn zus zit weer. Mag ik even vroegen? Mijn zus zit een touwtje in en allemaal pralen, dus dat kan je allemaal. Nou, we hebben er weer een gevonden. Twee. Twee? Oh, dat is een heel klein. Ja, die heb ik net niet gezien. Een Oh. Ja, de andere waren van grote mensen, dus ik dacht ik, we halen het hier. Mooi. Maar mijn haar. Leuk. Die staat je goed, Sil. Heel leuk. Zo veel armetjes. Ja. Dat bedoel ik dus. Wat bedoel je? Leuk tasje. Daar kan je make-up in doen. Ja. Jo. Heel goed. Spuit hoor. Nee, slagroom. Dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet doen, jongens. Het lijkt er wel op. Het lijkt er wel op, ja. Het is tijd om de wafeltjes te versieren. Hier sla niet veel op doen, hè. Dus we de zelfde slagroom erop doen. Dat kan niet. Dat lukt niet, want je moet niet sterk genoeg. Nee, kijk, ik moet niet op jou. Wat gaan we dan doen? Oh, en ik heb... Stop! Oh, oh, oh! Oh, 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 very good. Dan hebben we hier de champagne. Dan moet ik die even openmaken. Dan weet ik niet of we die gaan. Mag ik nog eens aansteken? Ja, dan mag je kaarsje wel aansteken. Kijk. Dan hier. Nu even. Er is natuurlijk nu geen man in huis. Die deze kurk erop gaat halen. Ik krijg de kurk er niet af. Zo! Oh. Ja, hoe doet een man dat? Krijgt het niet? Mama, die mag niet aan het werk zijn. Ga het niet. Ja, ga jij daarheen. Het is misschien niet op de manier hoe het moet, maar... Het is gewoon een draaidop. Ja. Het zou het niet. Het zou echt heel goed zijn. Hier was voor mij. Voor mijn hand. Dat is echt heel makkelijk. Nou, dan ging die champagne. Nee. Ja, ik ben heel sterk. Ja? Echt? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Je hebt een beetje plakhanden. Ja, daar had ik ook een beetje last van. Kom door die dolf die we net op hebben gedaan. We hebben allemaal gladde handen. Nou, we krijgen hem dus niet los. Ja, daarvoor hebben we toch echt wel weer een beetje mankracht nodig. Zal ik die mannen vragen? Ja. Ja, daar, kijk, daar zijn mannen aan het werk. Kijk, ik heb een vraag. Ja, we gaan wel eerst even voor je zingen, Sil. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja, hiepidepiep. Hoera! Hiepidepiep. Hoera! Dan mag je hem in één keer uitblazen. Wens doen. Wens. Ja, nou dan gaan jullie vast lekker eten. Dan ga ik even kijken. Ja, dan ga ik even kijken of ik deze... openmaken. Mag ik wat vragen? Ja. Een hele stomme vraag. Maar Daniel is niet thuis. Ik krijg hem niet open. Ja. Soms toch een beetje mankracht voor nodig. Maar geen mogelijkheid dat ik hem open krijg. Oh, super. Dankjewel. Dankjewel.
Oh, yes. Ah, ik moet schrijven. Oh. Nou, jongens, ik heb hem open. Hun kon hem in één keer, poef, het was hij open. Oh, dus dat is toch een beetje aan onze, kippenkracht. Ik kon hem wel ronddraaien. Ja, ik kon hem ook ronddraaien, maar ik kwam niet verder. Zo, lekkere bubbeltjes, jongens. Meisjes, sorry. Dus ondertussen zijn we begonnen met de skincare, noemen ze dat tegenwoordig. Eerst even het hele gezicht schoonmaken. Maar ja, ze hebben mascara op, dus ja. Dat wordt een uitgelopen bedoeling. Gaan we eerst even de afhalen. Ja, dat vind jij. Kijk, water, dan knijp je hem uit. En wat moet je nu doen? Ja, die kan je in het water doen. Die wordt dan zacht. Kan je over je gezicht. Ja hoor. Mama, ik wil ook pijntjes. Ja, doe deze maar zo hier of je gezicht. Of je gezicht. Zo, oh, lekker warm. Zo lekker warm. Ga je gezicht schoonmaken. Ja. Een beetje dat. Xil, die zit al in de scrub. Kijk, was je zo zacht, hè? Ja. Heb je ook zo'n rolletje? We noemen het een rolletje, maar... Een rolletje? Ik dacht al rolletjes. Geen rolletje? Je nou eerst die of die? Ik doe het ook niet wel. Nee, gewoon een rolletje. Nee, ik doe het zie ik het goed? Nee. Nee. Nee, ik doe het niet zo gewoon. Ja. Heel lekker. En tijd voor het maskertje. Het is inderdaad echt een masker. Nou, de maskertjes zien er altijd heel lachwekkend uit. Ga dan weer de kletspot. Ja, zo ja. Luxie die denkt van, nou, ik weet nog niet of ik dit ga doen. Wil je ook een maskertje? Ja, moet ik je helpen? Ja? Ik ga stil! Nee, Roos. Heel meer goed gedaan. Oh, man, kom zo. Zo! Nee, jongen, kijk eens in. Luxie. 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 Tijd voor de high tea. Met de maskertjes op. Ja, je mag wat lekkers pakken. Ik weet niet wat jullie lekker vinden. Wat er lekker uitziet. Oh, moet ik het eten? Ja, dat is dan even de vraag. Zo. Als je een tijdmachine zou hebben, naar welke tijd zal je dan reizen? Naar de toekomst. De toekomst? En welke toekomst? Over 10 jaar of over 20 jaar? Als ik 110 ben. Als je 10 bent? 110! 110! Wat is jouw favoriete hobby? En waarom vind je die leuk? Zeg maar. Omdat ik een paard hou. Paardrijden? Wat is je hobby? Welke drie dingen zou je meenemen naar een onbewoond eiland. Mama. Geen vriendje. Met haar. Zijn haar is geen vriendje. Een vriendje? Een vriendje mee. Ik hou nu van jou hoor. Oh ja, dat was mijn hart gedaan. Nee, zo ja. Ik hou van jou hoor. Ik heb hier een laatste stukje. Daar. Heb ik een klein stukje? Op je kin. Jij hebt een stam? Nee. Jawel. Daar. Als ik een skip haal. Ja, ik kom achter jullie. Ik zeg het nu. Van jij gaat wel zwaar. Waarom ben je dit twee dingen? Ik ben niet als drie. Helemaal, ik heb geen idee wat het allemaal gaat. Ik neem mijn onderbroek mee. Oh. Je onderbroek? Nee, mijn zwembroek. Je zwembroek, oh ja. Ik heb ook nog een bikini. Bikini. Dus je bikini, je vriendje en snoep. Ja. Ik kan eens een donut doen. Nou, Luxie, pak het maar één uit. Oh, ik wil nog even om te eten. Ik kan me lezen. Als je één dag onzichtbaar zou kunnen zijn, wat zou je dan doen? Ja, mensen vragen. Mensen voor de wipvlaam. Stiekem vloedjes pakken. Stiekem stoekjes pakken. Stiekem mensen vragen. Nee. Die zullen voor de kom, schapper. Stiekem snoepjes pakken. Stiekem snoepjes pakken. Oh, Alexie. Wat
Wat is jouw favoriete bezigheid? Mag ik deze opeten? Ja, tuurlijk. Dag of middag? Wat doe je het liefst als je uit school komt? Doe je? Op de telefoon. Ja. Wie heeft dat nog meer? Graag op de telefoon. Graag op de telefoon. Ja. Luxie ook. Ja, die speelt Roblox. Ik ga dus op de iPad voor Roblox. Ja. Ik ook Roblox met mijn vader. Die speelt ook Roblox. Ja? Die heeft muiskneuzen. Wil je wel eens op Roblox? Maskertjes eraf. Oh, hij zit een beetje onder de spek. Heb je nou een zacht huidje? Je glimt helemaal nu, met een glimbolletje. Ondertussen zijn ze weer aan de tafel gaan zitten. En gaan ze make-uppen. Het is heel bruin, ja. Zullen ze met de blusje bezig. Wat wil je maken? Ja, jij doet er niet uit. Zullen we nog een blusje laag? Ik weet niet welke boek je hebt. Mag ik die naar je vijf? Ja. Nee, dit is een auto. Ja, alsjeblieft. Dit is een auto. Hey. Mag ik die naar je ster? Die auto. Highlighter. En dan moet je het nu doen. Zie je dat? En dan is het klaar. Kijk, zullen we dit genoeg? Ja. Heb je hier nagepraat? Oh, niet joh. Sterren zijn best mooi. Ik moet deze even wegwerken. Ondertussen gaan we ook even de nageltjes veilen. Vindt Luxie lekker, hè? Lucilla kan hier dus niet tegen. Dit gaan we de nagels veilen. Dan kunnen we daarna mooie nageltjes. Nee. Zo plakband plakken. En dan kan je zo mooi eyeliner doen. Ja. Waar heb je dat gezien? Op een? Shorts. Op een short. Dat is okay. TikTok. Oh, TikTok. Nee, TikTok op YouTube. Nee, ik kan geen TikTok op YouTube. Een short op TikTok? Een TikTok op YouTube is een short. Een short op YouTube. Een short op YouTube. Maar dat is opgedroogd. Ja, kijk, Luxie heb ik eerst deze opgedaan. Dan wilt ze de rood. En dan doen we deze eroverheen. En dan de blauw. En de andere hand wilt ze de blauwe. Ja. Dus zeg, zeg maar de... Dat hoort dus een stap 1, 2, 3 nagellak, zodat hij iets langer blijft zitten. Dus het is niet de gellak, deze, want dat duurt iets te lang. Maar dat is deze. Dus net even iets beter de nagellak weer dan gewoon een kindernagellakje. Kom, maak even eens open. Ja, vast wel. Ja, kijk eens. Alsjeblieft. Oké. Nee? Nou, de rode. Oh, Luxie, je bent ook droog, hè? De nagels. Waar zijn de doekjes? Bij Roos. Oeh, ik heb bijna hetzelfde. Ja, ja, maar alleen maar geen glitter. Sterren die helpen van Jenda. Mooi hoor, meiden. Huh? Ja, Luxie heeft het eerste nagellakje erop. Nou, de andere hand. Ik had het al. Ja, die hadden we al een keer gedaan, hè? Ja, en de andere hand doen we deze. Ik wil ook dezelfde kleur daar, dat stuk, mijn eigen haar. Ja. En deze heeft ze bij zichzelf gedaan, is wel leuk. Die krijtjes. Ja. Ja. Waar is de bier? Zullen we met deze goed? Ik. Iedereen doet naar die plukjes. Nou. Thank you.
mooie plukjes groen en blauw. Wat is blauw? Dit is geen... En we hebben geen... Nee, blauw is toch die? Ja. Of groen? We hebben geen groen. Oh, het lijkt groen bij jou. Het lijkt bij jou groen. Ja, bij mij ook. Ja, dan wordt het groen. Blond, dan wordt het groen bij jullie. Ja, ja, maar met Lucilla heeft het heel dik gedaan. Lucilla die kan niet tegen dat ik haar nagels speel. Dat wil ze zelf doen. Is dat goed? Ja, dat is goed. Waar kan je dat liedje van? Gewoon heel, hier hebben ze een short artje op. Kijk, gewoon alleen short. Ja, ik merk het, ja. Dat heeft iemand heel hier erg mooi. Heb je dat zelf gedaan? Gedaan? Ook al deze kant. Heel mooi. Moet alleen zo meteen nog een goede foto winnen. De nageltjes zijn klaar. Luxie had het ook gedaan, hè? Ja, Luxie had het gedaan. Zo even uitprinten en in de lijstjes doen. Ik heb dus ook van die hele leuke kleine lijstjes waar ik dus een portretfotootje van henzelf in ga doen. En dus de fotolijstjes die ze hebben versierd met de groepsfoto. Ik film trouwens even met het iPhone, want de accu van de camera is leeg. En Daniel heeft de reserveaccu mee voor de andere camera. Dus ik heb even geen accu, dus vooral even met de iPhone. Ik ga mini pizzatjes even in de oven doen. En lekkere snackjes zoals frikandelletjes en kipnuggets. En dan kunnen ze zo meteen met wat lekker warms in de buik. Nog even wat lekker warms eten voordat ze zo meteen weer naar huis gaan. Dan hebben we volgens mij een heel geslaagde, lekkere beauty party meidenfeestje gehad. We zijn nu met z'n allen aan het spelen bij de speelkamer. Dan kan ik mooi even deze pizzetjes in de oven doen en even de fotootjes uitprinten. Ik zit hier dus met de lijstjes. Ik heb net de foto daarin gedaan en ik hoop dat nu de grootte van de foto kijkt dan hoe leuk, leuk is. Oh, ik zie alleen wel dat dit het glimmende papier is. Oh, oké. Okay. Verkeerde kant van het fotopapier. Foutje jongens, blond, I know. We moeten het even omdraaien blijkbaar. Ik moet hem dus op de kop erin doen. Dat wist ik niet. Kijk eens wat ik hier heb. Fotolijstjes. Even kijken van wie wat is. Van welke? Ik heb deze. Is dat leuk, hè? Ja, ik heb deze. Die. Die van mij. Ja, even lekker wat eten. En nog mini pizzaatjes. Ze zijn nog een beetje niet. Alsjeblieft. Oh, kijk. Dit is dus ook het fotolijstje. En het lijstje van een hele groepsfoto. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Daar ze gaan. Ik heb nog een blauw. Ja, maar mijn eentje blijft open van bij jij. Ja, die geven we dan later nog wel even aan haar. Nou, meiden, hebben jullie het gezellig gehad? Ja. Dat was echt leuk zo, hè? Gezellig groepie. Ja. En Luxie ook een tasje, hè? Ja. Nou, het is een beetje een zooitje, hoor. Dus ik ga daar even doorheen. Ik heb dat niet opgeruimd, maar het was een gezellige bedoeling. Dat is douche-shampoo. Kun je mee douchen? Kijk, zo ziet het busje er nu uit. En dan rijden we even door de wasstraat. Kijk, hier is die ook vies. Oh, al die kruimels. Dan gaan wij even poetsen. Lucie is alleen in de cockpit gekomen. Gaan wij even het busje wassen? Ja, hè? Lucie stuurt hem erin. Dan gaan wij hem even stofzuigen. Ja. Nou, met allebei mijn jongens in de cockpit. Gaan we even de auto wassen, jongens, want dat is de bus vies, hè? Busje, wat is dat? Borstels. Busje wassen. Zo, nou, even een kaartje getrokken. En kijk eens, hier staat de bus helemaal brandschoon. Ja, de parkeerplaats was wat kort, dus ik heb hem een beetje in het gras gezet. Maar parkeerkaartje erin, hé mannen. En dan gaan we eventjes de camera laten afstellen. Dat die weer helemaal
goed is voor de vlogs. Op naar de fotowinkel. We waren de hele tijd een beetje donker, maar we zijn weer scherp. Nou, kijk, Hans weet altijd de juiste instelling. Bedankt, Hans. Graag gedaan. Zo laten staan. Hè? Ja, zo laten staan, echt zeker. Top. Hij doet het weer, lusjes. Klaar. Ja. Inge, mijn heen. Samen kijken, zou je? Kusje, mensen. Merci. Nou, bedankt zo, jongens. Had er nog een... Nou, dat vind ik wel een beetje te veel eigenlijk. Dat is een zakje. Alsjeblieft, baby. Nou, nu we er toch zijn, even mijn zus. Hallo, mijn oma. En mijn neef. Alsjeblieft, baby. Nee, maar dat is niet. Dat je altijd voor me hebt gezorgd. Alsjeblieft, nou. Nou, bovenkant, hey, Lucilla heeft een kinderfeestje. Maar jullie hebben gelukkig dat we dan Sonja een lekkere taartje te pakken. Moet ik je helpen, hè? Ja. Appelkreumel. Maar ik ga jou. En aardbei. Dit was het kinderfeestje. Ja. Van Lucilla, de beauty party. Wat vond je ervan? Ik vind het heel leuk. Super gezellig, hè? Ja. Lekker quality time met je vriendinnen. Ja. En lekker gemake-upt. Mooie fotootjes gemaakt. Ja. Kijk, Lucie heeft ook hele mooie. Heel trots op. Oh, een stickertje achter. Ja, mooi geplakt. Een leuk tasje erbij. Wow. Dus helemaal geslaagd. Ja, dan kun je er nog een plakketje op doen. Ik heb nog genoeg stickertjes. Die plak je er weer even op. Goed, jij vond het ook leuk, hè? Meedoen met de grote meiden. Ja, heel leuk. Nou, we gaan nu zo meteen alles opruimen voordat de mannen thuis komen. En zeggen, wat is er hier gebeurd? Is hier een bom ontploft? Het is een grote ravage, jongens, maar dat maakt niet uit. Nou, eigenlijk heb ik een nieuwe jel met een sterren. Echt waar? Heb je ook een jel met sterren? Dan moest je eerst... Oké. Zo, ja, box, vijf, volgens mij helemaal rug. Ja. Ja? Sorry. Oh, dat is een stel. Oké. En dan. En was op de rug. Ja. En moest er nog een liedje erbij denken. Ah, oké. Maar we hebben nog geen liedje. Nee. Op je rug. Oké, zo, doe maar. Nou jongens, kortom, het was een gezellige meidenbende deze middag. We hebben er erg van genoten. Maar nu gaan we de vlog lekker afsluiten. Je ziet ook mijn haar. Ja, haar is ook heel mooi geworden. Voor nu zeggen we jongens, vond je het nou weer een leuke vlog? Zo. Duimpjes omhoog! Klik op belletje en we zien je snel weer in een nieuwe video.